is de pet? De pet van Cat. De cat van Pet. Waar is de pet? De pet van Cat. Ja. Jullie kennen het vast wel van die huwelijksaanzoeker die in het begin er zo goed en awesome uitzien. En vervolgens wordt het gewoon echt super kut en worden ze keihard gedenied en staan ze verschut voor heel veel mensen. Het is super kut als het gebeurt, maar het is geweldige leedvermaak. Wij gaan daarom dus kijken naar leuke huwelijksaanzoeken die compleet verkeerd gaan. Laat de huwelijksaanzoeken maar komen! Oh my god! Guys, that's awesome. Oh my god! Oh! Oh, what the fuck? What the fuck? Nee, zo kan je niet zijn! Oh! Die guy komt super random er gewoon ingerend. Pakt er volop op de bek. Terwijl die ene guy je net zijn huwelijk vraagt. Zo kan je niet zijn, zo kan je niet zijn. Nee, dat kan niet. Maar deze guy blijft ook gewoon super rustig zitten en loopt heel rustig achteraan. Hey, wacht. Zat je nou net aan mijn chick of niet? Ik had hem al lang een stomp op zijn bek gegeven. What the fuck was dat? Oh, wow. Zo kan je echt niet zijn. Sorry to stop your shopping and your evening. Hello. I just have a very special message for a very special girl. Al die mensen die kijken, holy shit. You're my cutie pie, you're my absolute Janet. Ah! Komt er in één keer een fucking trein random in je huwelijksaanzoek? Fucking cockblocker. You make me really happy. And I have a little poem for you. And I'd like everyone to hear this. When you smile, the whole world stops and stares for a while. God dang it, kom tot het punt dat je de vraagt. Waarom moet het altijd zo lang duren? Ga op je knieën. En vraag het in huwelijk! Come on, man! Je kan het! John, please, I need to. You truly make me the happiest person on earth. Maar! Wacht even, mijn lippen zijn droog. Hold up. Wacht heel even. Fair. Maar waarom moet het gelijk zo agressief? Ze pakt die gitaar! Pats, recht tegen zijn hoofd. Je had ook gewoon kunnen weglopen, maar nee, ze moeten meteen in elkaar mappen. Jesus Christ. Maar de man heeft gelukt, er keken niet zo heel veel mensen. Ja. Ja, niet heel veel mensen zo te zien inderdaad. Dat is, dat valt wel mee. He is fucked. Oh, deze ziet er niet zo erg uit. Ze ziet er best blij uit. Hier wel heel erg verbaasd van, ja, yeah, oh mijn god, ja. Yeah. Toch? What the fuck? Ze zag er zo blij uit in het begin. Van, oh mijn god, oh, nee, echt? Oh. En in één keer werd ze agressief. En bam! Geef ze die wel vol op een pet in zijn gezicht. Mensheid, 10 out of 10, logica. So Mary, how many years? 40 years, so I think people ought to be asking, well, I'll do it. Well, I tell you, if I did it that way, I wouldn't have got, she'd have probably... Ze is zo verbaasd en heeft geen idee wat ze moet doen. You know what, I'm just waiting once for the... Ze heeft oprecht geen idee wat ze moet. You know, that would be, Het ziet eruit als een ja, het ziet eruit als een ja, kom maar. As soon as they walk off the court. Wat? I think she's saying I can't do it right now. What the f- I really do like you a lot. What? Let's just be friends. Look at this. Wow. Oh my. What? Awkward! Ja, dat is kut. Ik weet nu in ieder geval wel dat als ik iemand het huwelijk ga vragen, dat het in een hutje is. Helemaal afgelegen van compleet de hele wereld. Waar niemand is. Geen camera's, niks. En haar dan ten huwelijk gaan vragen. Stel ze zegt nee, dan zit ik in ieder geval niet op een basketbalveld met allemaal mensen om me heen die me aan zitten te gluren. Hoe erg ik word gedenied. Het is gewoon zo kut voor deze mensen. Ik bedoel, als ze ja zou zeggen, dan was het zo'n vet moment geweest van als je dan ging trouwen. Maar ja, als ze nee zeggen, boepidi boepidi boep. Ja, dan is het awkward as fuck. Oh, dat is in New York of niet? Op zijn centrum ding. Oh my god. Oh, kijk al die mensen ook zo gluren. Alle mensen super happy. Oh my god. Oh,
En kijk dat ze wegloopt, oké. Maar een mobiel laten vallen van iemand die ze niet kent? Nou, Pietertje, dat kan niet. Dat kan niet. Daarna viel ze al bijna op haar weg. En ze liet ook nog eens de telefoon van een wild vreemde vallen. Zij is zeker weten een slecht persoon. Maar weer in het winkelcentrum of zo. Gitaartje erbij. Classic, classic. Allemaal oude mensen erbij. Nice. Ga door je knieën, knul. Ga door je knieën. Papa. Oh, daar gaat ie. Woes. Wat gaat ze zeggen? Zeg ja. Zeg ja. Ja, ja, ja. Nee, nee. Denied. Ik vind het zo lullig voor deze mannen. En het ding is, volgens de meeste mensen moet de man altijd de vrouw ten huwelijk vragen. Een vrouw een man ten huwelijk vragen is raar en kan niet. Dus het kan niet zo zijn dat de vrouw verschut staat. Nee, het is altijd de man staat verschut, want hij moet het vragen omdat het menselijk niet geaccepteerd is dat een vrouw een man vraagt. Nee, een man moet een vrouw vragen. Snap je hem nog? Ik ben de draad alweer kwijt. Ik weet niet, waar had ik het ook over? Laten we verder kijken. Hé, Ariane, jij zal mij nooit teleurstellen. Ja! Oh, hey, kijk, waar de zee. Dat is ook best origineel. Nou, schiet op, vent. Het is daar vol met fucking koud. Vraag het een huwelijk. Oh, ga door de knietjes. Open het kissie. En hoppakee. Hotseplot. Dat is zo fucking mooi. Als ik een chick ten huwelijk vraag, bam! Ik wil het ook op zo'n manier hebben. En ze gingen ook nog even zo staan van, hey, we leven nog, yay! Come on, don't be shy, yeah. It's here. Oh. Ah? Nee, zo kan je niet zijn! Nee! Oh, nee, wat? Oké, kus me om mijn hoofd, ja. Ja. Deze fucking guy, dude. Come on, zo kan je niet zijn. Oh, what the fuck? Oh, hij had zijn dik uit zijn broek! Hij ging staan, hij ging uit zijn broek zo zitten. Deze man knows what's up. Hij heeft een ring om zijn dik gedaan. Dan heeft hij een best wel kleine dik trouwens. Tenzij zijn vrouw echt worstenvingers heeft. Dit is best wel dun. Nee, ik denk dat hij toch... Ik denk dat hij toch een kistje in zijn zak had. Ja. Ja. Look at him! Oh, nee. Yes is the answer! Yes! Die groepsdruk op de achtergrond. Zeg ja! Ja! Ik geef toe, ze hebben wel gelijk, though. Want hier van weglopen voor al die mensen, dat is gewoon een dick move, man. Dat is gewoon kut. Yes is the answer! Yes! Nope. And she's gone. Awkward! Totally, dude. Good man. Ladies and gentlemen, quick announcement if I may. My beautiful girlfriend Brooke and I have been together for a while now. 4 years, baby. Four, who's counting, right? It's, I think it's about time I ask her a very important question. Bobby the ring. Oh my god! Oh, what the? Oh, oh my god! Dat was de meest geweldige huwelijksaanzoek dat ik ooit heb gezien. Dat was zo vet. Dat wordt mijn huwelijksaanzoek. Yes! Ik laat mezelf van een gebouw afflikkeren en dan staat daar marry me. In de hoop dat ik die val overleef. Yeah. Dat was de beste die ik tot nu toe heb gezien. Yeah. Applaus daarvoor. Woo! Yeah! Yeah! Yeah!
Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Druk op het belletje, zodat je notificaties krijgt wanneer ik een nieuwe video upload. Koop ook mijn merch. Linkje daarvan staat in de beschrijving. En dan, ja, is hier het outro. Hey, dit is het outro. Klik hier op een nieuwe video. Leuk, prachtig nieuw filmpje. Geweldig, kijk hem. En dan heb je hieronder ook nog eens mijn hoofd. Hier is mijn hoofd, hier ook, twee hoofden. Maar klik op dit hoofd hier, want dan kan je op me abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Klik erop. Maar klik ook vooral op deze video. Ja, superleuke video. Ja, nou dat was hem dan. Ja, doei! Boop!